Een digitaal monument is een heel interactief monument en ook een hele dynamische manier eigenlijk van herdenken. Dus je kan je voorstellen, een fysieke gedenkwand is statisch, die blijft gewoon permanent op een bepaalde plek staan. Maar een digitaal monument is voortdurend aan verandering onderhevig. Daar kan nieuwe content aan worden toegevoegd. Er kunnen tussentijds wijzigingen in worden aangebracht. Dus wat we op dat digitaal monument vooral doen, is de verhalen van de studenten van toen een plek geven. Maar we willen ook studenten en medewerkers van nu vragen te reageren in briefvorm op de verhalen van toen. Je kunt je voorstellen, in de portretten en de verhalen van onze oud-studenten zaten echt dilemma's en keuzemomenten waar zij mee geconfronteerd waren tijdens de oorlog. En de generatie van nu die vraagt zich af, wat zou ik doen? En dat het resultaat is een prachtige serie, hele eerlijke, mooie brieven. De herdenking werd bijgestaan door verschillende kunstenaars en artiesten. Performance art, onder leiding van theatermaker Romy Rox, gaf een extra dimensie aan het geheel. Daarnaast werd er een gedicht voorgedragen en zijn er door leerlingen brieven geschreven aan de overledenen. Dat is heel bijzonder. Eerst is het monument geopend en daarna heb ik het gedicht voorgedragen. En heel bijzonder om te doen, omdat ik heb al eens eerder gedichten voorgedragen. Nu is het echt voor een moment waarbij mensen ook echt stil moeten staan en op een andere manier over de inhoud nadenken. Dus ik was veel meer zelfbewust van wat ik aan het zeggen was op dat moment. Wat het een beetje spannend maakte, maar heel bijzonder om te doen. Je zit hier bij een bijeenkomst en dat maakt ook wel indruk. En zeker ook, dus dat heb ik daar met de liedjes vond ik best wel mooi om te horen. Zo. En met de bootjes waar ze de namen op schreven en zo van die 22 studenten die overleden waren. Maakte wel wat impact voor mij, ja. De focus van de dag lag op het vertellen van de verhalen van de 22 gesneuvelden. Zeker in de huidige tijd is het belangrijk dat deze mensen niet vergeten worden. Je ziet op dit moment überhaupt dat rondom herinneren en gedenken komen de kleine verhalen weer echt in aandacht te staan. De microgeschiedenissen van mensen, de echte verhalen die laten zien wat het betekent om in een bepaalde situatie te verkeren. In een situatie waarin niet in vrijheid geleefd kan worden. En je hoeft de krant maar open te slaan of het journaal te bekijken. En die dreiging is er natuurlijk om ons heen ook voortdurend. Dus het is een thema waar studenten van nu sowieso mee bezig zijn.